Kijk naar een speciaal weerbericht van Weerplaza. Een sneeuwstorm gaat vandaag voor groot ongemak zorgen en waarschijnlijk grote problemen in het noordoosten van de Verenigde Staten. Een lage drukgebied trekt vandaag van Florida langs de kust naar het noorden en dat lage drukgebied blaast hele koude lucht vanuit Canada Amerika binnen. Vanuit het zuiden komt trouwens zachte lucht, en op die scheidslijn van die twee luchtsoorten gaat veel neerslag vallen. En dat levert sneeuwval op, zware sneeuwval in grote delen van het noordoosten van de Verenigde Staten. We zien dat op deze animatie terug in de witte, paarse en roze kleuren. Daar gaat het sneeuwen, de andere kleur geven regen aan. En terwijl dat lage drukgebied naar het noorden loopt, zien we dat sneeuwgebied langs de kust naar het noorden trekken. En in dit deel van de Verenigde Staten verwachten we daardoor zware sneeuwval. 20 tot 50 centimeter op sommige plaatsen oplopend naar 75 centimeter. En juist de omgeving van New York City wordt het zwaarst getroffen. In New York kan het oplopen tot 50 centimeter. En iets ten westen van New York worden de grootste hoeveelheden verwacht. Daar zal het zo'n uh, 75 centimeter kunnen worden. Dat zien we op deze kaart van de Amerikaanse Weerdienst. In dit deel van de Verenigde Staten zo'n 20 tot 25 inch aan sneeuw. En dat is dus 50 tot 75 centimeter. New York ligt daar uh, ja, vlakbij. Ik zal even een pijltje zetten. Daar ligt New York en daar valt dus de meeste sneeuw. In Boston en in Washington gaat het ook flink sneeuwen, maar daar zijn de hoeveelheden waarschijnlijk wel minder. Of de problemen ook minder zullen zijn, dat valt af te vragen. Want uh, die forse wind in combinatie met de sneeuwval kan voor behoorlijke problemen zorgen. Op dit moment op onze live radarbeelden zien we al dat het flink sneeuwt in New York. Het zware sneeuwval zit nog ten zuidwesten van de stad, maar ook dat trekt de komende uren over New York heen. En we zien ook heel mooi de scheidslijn met de wat zachtere lucht, want in de blauwe, gele en rode kleuren in die gebieden valt regen. En op die scheidslijn valt dus ook nog ijzel. Veel problemen vandaag dus in het noordoosten van Amerika. Ook morgen en overmorgen blijft het nog koud en fors waaien. Pas in het weekend gaan de temperaturen omhoog, dan zullen de problemen weer kleiner worden. We houden u via Weerplaza en ons Twitter-account op de hoogte vandaag.